Ja, we weten allemaal dat sinds begin van dit jaar is er een oorlog in Oekraïne. En kennen we ook al iets langer een hoop vluchtelingen die naar Europa en naar Nederland komen. En wij hebben gedurende al die tijd hebben we regelmatig vragen gekregen vanuit, met name vanuit de veiligheidsregio. De samenwerkingsverband van gemeenten op het gebied van crisisbeheersing, die ook de vluchtelingenstroom coördineert. En we hebben een aantal vragen gekregen om ook daarin een rol te spelen. En wij konden niet altijd positief op die vragen antwoord geven, omdat wij niet zoals andere gemeenten over leegstaande gebouwen beschikken, zoals een leegstaande kazerne of klooster of groot kantoor. Of, dus daar hebben we een paar keer nee tegen moeten zeggen. Maar wij vonden toch dat wij ook een bijdrage moesten leveren aan de opvang van vluchtelingen in zijn algemeenheid. Toen kwam dus via de veiligheidsregio het verzoek binnen van het ministerie van Justitie en Veiligheid of wij bereid waren een schip in een van de havens van de gemeente Drimmelen af te meren voor de opvang van Oekraïners. En de veiligheidsregio heeft met name ook naar ons gekeken, omdat ze zien dat heel veel gemeenten in Midden- en West-Brabant, die hebben al een voorziening voor de opvang van vluchtelingen of asielzoekers of Oekraïners. En wij nog niet, dus, en wij hebben havens, dus die vraag is aan ons gesteld. Nou, daar hebben we van gezegd, daar gaan we serieus onderzoeken, want wij willen ook onze bijdrage leveren. Toen hebben we naar de havens gekeken die wij kennen in de gemeente Drimmelen, Ter Heide. Het gaat om een schip van 110 meter lang, die 11 meter breed is. En dan is een haven als Ter Heide is daarvoor te klein. We hebben natuurlijk ook gekeken naar Drimmelen. Binnen in de havens zijn de jachthavens te klein voor een schip van die lengte en breedte. We kunnen gewoon de bochten niet maken en geen aanmeermogelijkheden. Aan de buitenkant zijn natuurlijk wel stijgers. En dat geldt ook voor lage zwaluwen aan de buitenkant, zeg maar aan de amen. Maar die stijgers die zijn niet van ons en die komen ook niet voor ons beschikbaar, want de bedrijven die stijgers gebruiken, die zeggen ja, ook in de komende maanden hebben we die gewoon voor onze bedrijfsvoering nodig, dus wij kunnen daar niet aan meewerken. Andere mogelijkheden om een schip ergens aan vast te maken, die zijn door onze adviseurs bekeken en die hebben gezegd, ja, dat kan eigenlijk niet. En toen bleef er één locatie over en dat was de gemeentelijke damwandkade in de buitenhaven van Lage Zwaluwe. Dus daarvan hebben we gezegd, dan, als dat daar technisch mogelijk is, dan moeten we dat daar doen. Daarbij komt dat Lage Zwaluwe in tegenstelling tot Drimmelen over een voorzieningenniveau beschikt waar we gebruik van kunnen maken. De lagere school en de bereikbaarheid is daar ook wat beter. Er is een supermarkt en er is een treinstation. Dus daarom hebben wij voor Lage Zwaluwe gekozen. Het college heeft een principebesluit genomen. Want het ministerie die heeft een afspraak met een rederij. En die wil duidelijkheid. En die wil eigenlijk deze week van ons duidelijkheid. Vandaar dat het college dat principebesluit heeft genomen. Maar wij vragen het ministerie wel om ruimte om goed met de inwoners van Lage Zwaluwe die het aangaat om daarmee een goed gesprek te kunnen voeren.
En wij willen ook nog op enig moment ook met de gemeenteraad in debat over dit besluit. De bedoeling is om medio november het schip in de haven, in de buitenhaven van Haagse-Waluwe af te meren. En met het ministerie is de afspraak gemaakt dat we een afspraak met elkaar hebben tot 2 april. Dus voor 4,5 maand. Dus wat wij nu gaan doen is gesprek aangaan met de omwonenden inwoners van Haagse-Waluwe. Daar zijn we vanmiddag al mee begonnen. Vanmorgen zijn de bewonersbrieven uitgegaan. En er waren zo'n 20, 30 mensen. Ja, het is 25 geteld. Oh, 25. Mensen uit Haagse-Waluwe, een paar raadsleden. Die mijn verhaal aangehoord hebben, want ik ben daar naartoe gegaan om uit eerste hand van hun te vernemen hoe ze er tegenaan kijken en wat hun vragen zijn en ook wat hun zorgen zijn. Dus dat hebben we met elkaar gedeeld. Zij hebben ook het nodige vragen die wij korte termijn proberen te beantwoorden. Allemaal vragen van feitelijke aard. Wij hebben eigenlijk alleen nog maar het principebesluit genomen en er moet nog heel veel worden uitgewerkt. Maar inwoners hebben natuurlijk allemaal hele concrete vragen. En die we. Sommige kunnen we op korte termijn beantwoorden, andere, ja, daar moeten we echt voor. Dat gaat wat langer duren. Maar ze hebben ook een aantal suggesties gedaan van heb je daaraan gedacht, heb je daaraan gedacht, en dan heb je het over ook, kan dat niet op een andere plek. Want de sfeer was aan de ene kant wel van wij vinden dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, hè? Dat heb ik wel geproefd, maar niet iedereen is enthousiast over de locatie en ik begrijp dat ook. Ja, we gaan dus gesprekken aan. Donderdagavond is er een bewonersavond. Na de herfstvakantie hebben we nog 2 avonden geprikt. Eentje eind november, eentje eind oktober, eentje begin november. Om de antwoorden die wij hebben op vragen terug te leggen en van hun te horen van wat er nog leeft. De bedoeling is om met allerlei maatschappelijke organisaties gesprekken aan te gaan in en om Haagse-Waluwe. Want de ervaring met Oekraïners is dat velen van hun willen werken, dat kinderen onderwijs genieten. Maar er moet natuurlijk van alles georganiseerd worden. En dat kunnen we niet helemaal alleen. Het zou heel mooi zijn als we vanuit Haagse-Waluwe daar ook steun krijgen van de maatschappelijke organisaties. Dus dat gaan we de komende weken ook allemaal aftasten. Er moeten technische voorzieningen getroffen worden enzovoort. De externe kosten die worden allemaal betaald door de Rijksoverheid. En behalve onze kosten van onze eigen vaste ambtenaren, die betaalt de gemeente zelf. Maar de externe kosten zijn allemaal voor het ministerie. Die bewoners, hè, die zijn dan vanochtend per brief geïnformeerd of waren die al eerder gevraagd? Nee. Is dat niet een beetje kort dag? Ja. Maar we hebben gedacht, vanmorgen is die brief verspreid door onze buitendienst. Morgenavond is de bewonersavond. En nog 2 avonden dus, zoals ik zei. Was dat vanmiddag dan niet voor de bewoners? Jawel. Oh, dat ook. Maar we hebben gedacht, misschien is het goed om de eerste reacties uit eerste hand van de mensen zelf te vernemen en er ook zelf naartoe te gaan. En om hun eerste vragen te beantwoorden. Dus het komt niet in de plaats voor die inwonersavonden. Maar het was, ja. Dat ze zeggen dat extra was, dat vind ik ook weer zo wat, maar wij dachten er goed aan te doen en ik had het idee dat het wel op prijs werd gesteld. Zij dat zij natuurlijk heel veel vragen stellen over het vervolg
waar wij nog mee bezig zijn. We gaan naar aanleiding van het gesprek van vanmiddag, gaan we nog wel een keer we nog een aantal dingen uitzoeken voor de inwoners. Met ja. een paar suggesties waarvan we zeiden ja, laten we daar nog eens even naar kijken. Dus dat werk hebben we nog even te doen de komende dagen. Ja. Waarom is er dan besloten dat het na 4,5 maand weer over is? En waar gaat het schip dan naartoe? De reeder die biedt het schip aan tot 2 april en daarna voorziet hij dat die andere... Ik denk dat hij weer gewoon in de vaart gaat, hè? Ja. Als cruiseschip. Dan is het toeristenseizoen weer begonnen. Ja. Dus wat wij gaan doen is met het ministerie overleggen dat zij ruim voor 2 april zorgen dat er, als dat nodig is, want het gaat om maximaal 144 mensen, die hoeven natuurlijk niet altijd maximaal aanwezig te zijn, dat er ruim voor 2 april dat er een alternatieve locatie is voor die mensen. En zou dat ook hier in de gemeente moeten zijn? Niet per se, nee. Okay. Maar ik misschien nog een vraag stellen over het onderwijs. Hebt u ook nagedacht, of weet u al, of de scholen in de Nagelzwaard genoeg capaciteit hebben om eventueel de kinderen daar te ondersteunen? Ja, een van de voordelen van Lage Zwaluwe is inderdaad dat er natuurlijk onderwijs aanwezig is. Dat is in Drimmelen niet. En Oekraïense kinderen die hebben recht op onderwijs. Ik weet niet of ze verplicht, want misschien hebben ze ook wel, dat weet ik niet. Maar het wordt overal aangeboden. Ik zag heel recent een mailtje dat er met René Luiten contact is geweest. En dat zag er... Volgens mij was het een goed contact. Ja, dat is de directeur van de basisschool. Ja. Ja. Ja, mooi, want dat zijn natuurlijk de randvoorwaarden die als eerste op de mat komen liggen natuurlijk. Dat soort dingen, ja. 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 En ervaringen die wij hebben met de opvang Oekraïners is dat ze heel snel vragen van wij willen aan het werk. Ja. Dus dat moeten we ook gaan regelen. Ja, dat mag ook werken. En dat mag ook, ja. Asielzoekers mogen dat niet, maar Oekraïners wel.